De brandweer moest gistermiddag uitrukken voor een paard wat te water was geraakt nabij Hoogkerk. Hoe hij te water is geraakt is onduidelijk. Het dier lag al enige tijd in de sloot en was al behoorlijk onderkoeld toen de hulpdiensten arriveerden. We kregen de melding dier te water, assistentie van de tankautospuit. En dan gaan wij ter plaatse bekijken in overleg met de bemanning van de tankautospuit wat voor ons de beste mogelijkheid is. Nou, en we kregen dit keer advies van de manege, de oude held hier in de wijk De Held in Groningen. En met hun kennis hebben we het paard uit de diepe sloot gehaald die vol zat met drap en rommel. Hij was erg vermoeid en het is allemaal tot een goed einde gekomen. Reddingspogingen met de hand mislukten. Gelukkig was er een hulpverlener aanwezig met een jeep. De brandweerslangen werden aan het paard en de jeep vastgemaakt, waarna het paard uit het water kon worden getrokken. Na de redding was het paard vrij snel gekalmeerd en kon hij weer terug naar zijn kudde.